Hi Kenny, welcome in our studio, the live stream studio. The game, your season high with 21 points. How did you play today? How did you feel like it was going in this match? I felt amazing today. My mother and father, it's their first game, actually seeing me play in Europe, so mm-hmm. had a lot of energy and I was really really motivated to play today. So yeah, I saw your father shooting three-pointers from the sideline before the game. Yeah, he used to play basketball too, so okay. He was really, really energetic about it. Okay, you've been here for let's say half a year now. Mm-hmm. How does it feel to be in Leiden and playing for Leiden? Oh, it's amazing. The guys, the chemistry has been building since day one. Mm-hmm. As you guys see, we're winning, so can't beat that. It's always fun to win. Mm-hmm. We're doing very well in Europe, so it's just been a beautiful experience playing for Leiden. I'm really happy for it. Yeah. Have you seen some touristic sites in Leiden? Have you been going out? I've been just to Central, to the train station, and that area where all the restaurants are. So mm-hmm. just really relaxed stuff. Okay. Yeah. One question I want to ask you is, are you a basketball player or are you a future actor? Because I saw you in a special video from the bus. I can dabble a bit in both. I think I did a decent job of acting. It was really fun to do. What do you think of next Wednesday? You play against Donar for the National mm-hmm. Cup, and then you have Dinamo Sassari for the Europe Cup. Wow. How do you feel about those games? You have played before in the mm-hmm. Europe Cup, or maybe it was called Euro Challenge by then. I played it twice. Does it give you some experience that you can take to the team, because not all the players have played that before? Especially the first round, or a qualifying round, mm-hmm. the guys were a little bit jittery about it because, you know, it's a new experience. But I've played twice in Euro Challenge, so I pretty much told the guys, it's basketball. Mm-hmm. Anybody can have an off night. No one's Superman in this whole competition, so just go for it. Go for it. Now, like you see, the guys, they're confident. They're going for it. Duncan, you know, we're playing well together, so no fear. It's nice to see the team play, especially when they're running and throwing alley-oops to each other. That helps. That's also nice. Mm-hmm. We've played about 20 games now in the national competition, just one loss. Definitely. Even that loss was close. Like, the guys really, really, really want to win. So mm-hmm. and it's great to feel that and see that on the court. Yeah. So. We see you play, and I think your most favorite things are the step back jump shots from the baseline or from the elbow spot, especially. Is that more your game than banging inside and trying to score under the basket? Well, last year I was more of an inside player, just mm-hmm. Mainly staying inside and maybe shooting one or two jump shots. But the way the team is orchestrated, we kind of needed me to be able to shoot from the outside, create some space so the guys can slash and getting in there. Mm-hmm. So I'm comfortable with it now. You know, it took me a little while to get acclimated, but I'm very comfortable doing it. Yeah, you're playing one of your best. You're in your best phase of the season now. Yes, sir. So keep it up. We got some nice games coming up. Yeah, definitely. Okay. Try to make you guys proud. Thank you for coming over at the last minute. Oh, my pleasure. Thank you so much. You're welcome. Gefeliciteerd met deze overwinning, 91-64. Afgezien van 2-8 in het begin, eigenlijk geen moeilijke wedstrijd. Of zeg ik dat even te simpel? Nou, het ging natuurlijk hartstikke goed, dus dan is het geen moeilijke wedstrijd. Dus het begin was meteen een time-out en daar werd goed op gereageerd, dus dat is prima. Ja, precies. En dan win je eigenlijk vrij gemakkelijk die wedstrijd. Iets anders verhaal natuurlijk dan de wedstrijd van afgelopen woensdag. Wel een fantastische terugkomst met die steal van Watson om de 16 van het bord te halen, de min 16. Maar het was toch nog wel even pijntjes zweten na afloop, totdat die andere uitslagen uiteindelijk bekend werden. Ja, dat was bekend, hè, dat zou kunnen gebeuren natuurlijk. Mm-hmm. Dus twee doelstellingen probeert te winnen. Als je niet kan winnen, dan in ieder geval met maximaal 14. Maar dat laatste lukte. En dan is het wachten. En de eerste twee wedstrijden waren niet echt positief voor ons. En die laatste wedstrijd wel. Dus het liep zoals verwacht en gelukkig positief. Ja, precies. Ja. En nu Dinamo Sassari. Weet je er iets van de ploeg?
Of moet je dat... Ik heb het nog niet uitgebreid gescout. Daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Maar dat gaan we wel doen natuurlijk. Dus, de Italiaanse ploeg. Hebben het goed gedaan in de Europa Cup. En ik denk dat het een mooie tegenstander is om hier ook thuis te hebben. Mm-hmm. En dan gaan we daar eens naar kijken, naar die eerste wedstrijd. Als dat gaat worden. Ja, precies. Ja, je kan natuurlijk bij Braal navraag doen. Of Meindert, wie je wil. Ze hebben natuurlijk ook tegen Dynamo gespeeld. Thuis met 6 verloren, uit met 23. Wat dat betreft is het natuurlijk altijd wel gunstig dat je met een thuiswedstrijd begint. We zeggen, als je eerst uit begint en je verliest met 30, dan wordt het hier ook niet druk. Wat dat betreft is het natuurlijk leuk dat je thuis begint, 6 ja. maart. Ja. Ja, ik denk dat het wel een voordeel is. Omdat je, ik heb al gezegd, ik denk dat we van iedere ploeg kunnen winnen. En dat is gewoon zo. En we hebben hier thuis tegen Bakkenbeers laten zien dat het ook kan. En ik denk dat die ploegen een beetje vergelijkbaar zijn qua kwaliteit. Dus ik kijk er gewoon naar uit. Dat is belangrijk. Ja, de ploeg, kijkt die er al naar uit? Kijken die eerder uit naar 17 februari, als de laatste tegen de wedstrijd tegen de Hel speelt, als even geen wedstrijd hebben? Nou, we zijn er met ploeg helemaal nog niet mee bezig geweest. Want we kijken wedstrijd voor wedstrijd en de komende wedstrijd is Groningen. Ja. Dus dat is ook een hele belangrijke wedstrijd. Ja, bekerwedstrijd halffinale, eerste wedstrijd uit in Groningen. Hoe kijk je tegen die bekerwedstrijd aan? Nou, ook daar heb ik zin in. En ook de ploeg. We zijn lekker aan het spelen, dat is belangrijk. Veel spelen ook en van spelen leer je. Dus dat hebben we bij Aftendoor hebben we dat gedaan en hebben we ook goed naar gekeken, naar die tape. Dus dat was, zaten mooie leermomenten in. Nou, volgens Catania was het een hele andere wedstrijd natuurlijk, waar mentaal heel veel goede momenten in zaten. Ik denk dat het wel heel sterk was wat we op het eind deden. Kijk, je verliest een wedstrijd, maar je bent wel met z'n allen bezig om dat doel te halen. En dat lukte gewoon. Ja. Dus daar ben ik wel heel positief over. Ja, precies. In de competitie, even terug naar de competitie, het was natuurlijk de 14e competitieoverwinning op rij alweer. Dat record wordt steeds verder aangescherpt, dat oude record was 12. Waar zie je dat eindigen? Nou, daar ben ik ook niet zo mee bezig. Kijk, wat ik vandaag bijvoorbeeld heel leuk vind, is dat we een wedstrijd tegen een relatief mindere tegenstander, maar op zich een tegenstander waar je echt heel alert moet zijn. Dat we dat gewoon echt goed doen. Dus geconcentreerd gespeeld. Ook met plezier gespeeld. Met plezier hard verdedigd. Kijk, en dat is volgens mij een hele belangrijke eigenschap. Dat je kan verdedigen, maar ook met plezier op een ongelooflijk hoog niveau. Waardoor je eigenlijk, ik geloof even derde kwart op een gegeven moment 10 punten tegen. Ja, daar gaat het om. Ja, precies. Dus er zijn natuurlijk weer inderdaad dingen die je weer mee kan nemen in een andere wedstrijd. Ja. Dat plezier dat straalt er ook vanaf. Je ziet ook aan bepaalde acties hoe erop gereageerd wordt. Op de 3 wissels van Twan Polman gaat iedereen met high fives helemaal uit zijn plaat op die bank. Ja. Dus wat dat betreft is het natuurlijk leuk om te zien. Nou, maar voor Twan ook belangrijk. Hè? Dus kijk, en daar hebben we het ook wel over gehad. Als je dus dit soort wedstrijden speelt, dan is het belangrijk om in een bepaald momentum met elkaar te komen. En dan kan een talent kan ook lekker met een aantal spelers meespelen. En dan zie je dat het eigenlijk gewoon hartstikke makkelijk kan. Nou, dat hebben we met Marijn al gezien, maar nu Twan als volgende. Sergio zit er ook alweer bij. Dus wat gewoon lekker is dat we te maken hebben met een iets grotere rotatie. Ja, precies. Oké, hier wil ik bij later, denk ik. Helemaal goed. Ik zou zeggen tot woensdag. Leuk. Dankjewel. Hey, hoi. Tony, welkom in de studio. 91-64, dat is niet, denk ik, niet de uitslag waar je vanuit gegaan was van tevoren. Zeker niet toen je 2-8 voorkwam. Nee, eerlijk gezegd niet. Je kunt nog altijd de spanning van mijn gezicht afleveren. Nee, het is wel zo dat wij een zeer goede start hadden. Misschien hebben ze ons ook in min of meer wat onderschat na hun trip naar Finland. Waar ze toch, die wedstrijd hebben we ook gezien. En ik denk Leeuwarden mag je niet onderschatten. Dat is een feit, dus daar moet je klaar voor zijn. Dat heeft ook Donar ondervonden. Je ziet het klassenverschil druipt er vanaf van deze wedstrijd. Ja, precies. Uiteindelijk 27 punten. Wat me opviel was dat Masterson in het eerste kwart ongeveer 13 punten maakte en daarna eigenlijk pas in het vierde kwart weer scoorde. Ja, dat klopt, ja. Dus dat is live and die with a jump shot. En zijn verdediger is dan ook onmiddellijk naar de kant gegaan. En ik zou zeggen, eigenlijk over deze wedstrijd is weinig te vertellen hoor. Alleen dat ik heel tevreden ben van de jongens die van de bank komen. Wij vandaag 22 punten van de bank gekregen, dus dat was in het verleden nooit. En daar zijn we stelselmatig aan het verbeteren. Dat wil ook zeggen dat misschien de starting line-up iets minder is.
dus dat kan ook. En dat er meer minuten aan de second team wordt gegeven, zoals Sjoerd. Sjoerd Koopmans, die eigenlijk een goed job doet vandaag. Ja. En dan ook de weerbaarheid van Musters, die tenminste fysiek speelde in plaats van als je dan McKinney ziet, die bij manier van spreken, die moet gaan volleyballen. Ja, staat er net tussen. Ja, precies. Die vond ik vandaag, afgezien van de eerste paar minuten, totaal onzichtbaar. Ja, ondermaats, rebounden niet, deed zijn verdedigend werk niet, was er heel slap bij, dus weinig aandacht en heeft eigenlijk te veel minuten gekregen voor hetgeen dat het waard was. Ja, ik vond Tijmen van Dijk ook leuk invallen. Tijmen van Dijk was heel goed vandaag. Dat zijn jongens die op training eigenlijk... die maken ook veel fouten nog, maar weet je wat, die zijn jong en die aanvaarden nog bepaalde zaken. Als je dat tegen zegt, geeft die bounce pas niet, dan gebeurt dat ook niet meer. Nee, precies. Dus hij heeft ook een goede opleiding bij Weert gehad, bij Bal. En nu zit hij bij ons, hij heeft nog altijd niet dat niveau, maar als hij zo blijft werken, zal hij altijd wel een heel degelijke backup worden. Ja, precies. Hoe gaat het verder met je ploeg? Je was hier 3,5 week geleden. En toen zei je, we zijn eigenlijk pas net begonnen. We hebben het team compleet. En 4 dagen later win je van Donar. En dan de week erop verlies van Amsterdam. Ja, en dat is Groningen. Sorry, dat is Leeuwarden. Dus dat is een beetje de up and downs. Als een team zoals Donar niet goed is. En wij zijn op dat moment wel heel goed. Dat kan hier ook gebeuren. Ja, dan ga je met die mensen naar de meet en dan kan alles gebeuren. We stonden op een gegeven moment, je droom het of niet, 20 punten voor tegen Donar. Ja. Maar je wint dan die veldslag en dan gaat die week voorbij en dan zeggen ze, ja, je hebt bonuspunten gekregen, hè? We hebben niks gekregen. Dan verlies je van Amsterdam en dan is het over. Ja. Dan moet je terug herbeginnen. Ja, precies. Het is natuurlijk wel prettig dat je van Donar wint. Dat is leuk in de rivaliteit natuurlijk die hier in het noorden heerst. Maar ja, goed, ik bedoel, Apollo wint nu won van den Bosch, dus ja. Ja, dat is het juist. Daar ga je ook niet van uit. Nee, Apollo heeft verstandige spelers, Nederlandse spelers. Zou ik er ook graag 2 of 3 van hebben. Vooral Royer daar voor mij wel uitermate een heel schitterende speler. Maar ja, we zeggen het zelf, je bent maar zo goed als die spelers op het terrein staan. Hè? Ja, precies. Dus... voor de Europa Cup zag ik dat Donar tegen Oostende heeft geloot. Je bent natuurlijk een goede volger van het Belgische basketbal, als Belg zijnde natuurlijk ook. Ja. Heeft Donar kans tegen Oostende? Donar heeft kans. Het zal een beetje een gelijkwaardige wedstrijd zijn. Je mag Donar niet onderschatten, absoluut niet. Maar ik denk dat de ze hebben al tegen Belgische teams iedere keer zich kunnen kwalificeren, Donar. Mm-hmm. Tegen Antwerpen, tegen Mons, tegen Charleroi. Ja. Nu tegen Oostende, dat toch de landskampioen is, maar in een mindere periode zit momenteel. Ik geef ze 50-50. Eigenlijk, ik geef ze, dat ze de kans hebben ze, maar het zal 2 duurzame wedstrijden worden. Ja, precies. Ik heb die wedstrijd gezien van Oostende tegen die Franse ploeg. En dan zie ik dat Fiedler mist 1 van de 2 vrijworpen. Staat Oostende 3 punten voor. 10 seconden te spelen of zoiets in die geest. Dan maak je de fout. Ja, dan maak je toch een fout. Dan maak je onmiddellijk de halfkort fout. Dat hoeft zelfs een coach niet te zeggen. Dat zou je moeten weten, want je hebt juist een dood moment gehad. Dus, en je ziet toch wat er nog seconden op die klok staan. Als speler, dan maak je gewoon een ervaren point guard. Bijvoorbeeld een Georgevic. Zou die fout wel gemaakt hebben? Ja. Absoluut, maar die stond er niet op. Nee, oké. Okay. Dus ik zat de wedstrijd natuurlijk te volgen. Omdat het voor Leiden natuurlijk van belang was. Als Oostende zou winnen, was Leiden meteen al geplaatst. Nu moest ze nog wachten tot het laatst. Ja, dat is het juist. Dus Straatsburg is een goed uitgekookt team. Een heel goede coach trouwens, die absoluut weet hoe hij de kleine en de grote speler moet laten aanspelen. En dan Quinten Serron, die dan de doodsteek eigenlijk gaf in de reguliere tijd. Ja, precies. Dus, maar goed, het was even leuk om daarover te babbelen. Ja, er is niet veel anders over te babbelen, dus wij gaan ons doelstelling is de playoffs. Of we nu 6, 7 of 8 eindigen, liever niet 9. Maar ik denk, we moeten winnen tegen de rechtstreekse concurrenten.
Ja, precies. Wie heb je eerst volgende wedstrijd? Ja, dat is een rechtstreekse concurrent, Den Bos. Nee, dat is een geintje. Dat is voor Bob Oosterbos een beetje op, ja, op zijn weg op zijn ding te zetten. Nee, maar ik denk vooral richting Rotterdam, Den Helder en Amsterdam en Weert. Dat zijn wedstrijden die als je de play-offs wilt halen absoluut moet winnen. Ja, misschien een paar punten pakken tegen Dutch Windmills als die incompleet zijn. Ja, wel, voilà. Dus dat zit er ook in. En ik hoop, iedere wedstrijd moet je proberen te winnen. We hebben ook tegen een top 4 gewonnen, dus vorig jaar ook, zelfs met 20 punten. Maar ja, dat was niet de echte wedstrijd. Nee, oké. We laten het gaan zoals het komt bij Leeuwarden. Dus ja. Dus. Hé, hey, Tony, dankjewel dat je komt. Okay. Ik hoop dat de bus niet weggereden nee, is. Zonder... Nee, nee, ik hoop het ook niet hoor. Dan ga je mij een taxi moeten geven. Ja, misschien kan je met Adrie mee. Oh, die is ook met de bus mee. Ja, voilà. Goed, dus, Maarten. Hey, tot de volgende. Ja, tot de volgende. Ja, bye.